Emma en Koen hier. Vandaag zijn we met de Roadshow in Utrecht. Want ja, dit is een thuiswedstrijd voor jou toch, Koen? Ja, dat klopt. En we zijn hier in Utrecht op het Utrecht Science Park. En hier gaat straks op 20 augustus de tweede etappe van de Vuelta a Holanda finishen. Ja, en dan denk je waarschijnlijk, zijn jullie dan niet een beetje vroeg dan nu al op die locatie daar? Dat klopt. Maar de reden dat we hier zijn heeft met iets anders te maken. Want we zijn hier vandaag dus bij een van die tientallen activiteiten in het voorprogramma van de Vuelta. Prokkelsterrenslag. Ja, en La Vuelta Prokkelsterrenslag is een initiatief dat wordt georganiseerd vanuit Stichting Prokkel. En Stichting Prokkel probeert onder andere bedrijven te verbinden met mensen met een verstandelijke beperking. Om dat te doen, doen ze onder andere wat sportieve activiteiten. Zoals vandaag vindt hier een zeskamp plaats. Ja, precies. En dus er zijn tijdens die zeskamp 32 teams. En die teams bestaan uit 5 mensen die meedoen met een verstandelijke beperking en 5 mensen zonder een verstandelijke beperking. En door middel van deze Vuelta thermometer gaan we kijken of de Vuelta koorts hier al een beetje heerst. Want de eerste meting is dus hier vandaag in Utrecht. Ja. En als ik het goed heb begrepen, gaan wij zo meteen zelf beginnen met de grote wielerronde. Dat klopt, hè? Doen wij zelf mee dan? Ja, zeker. Kom, let's go. Marjan, de organisator van La Vuelta Prokkelsterrenslag. Ja. We hebben net al begonnen met de wielerronde. Wat is eigenlijk de link met de Vuelta? Nou kijk, wat de Vuelta ook heel erg stimuleert is dat mensen meedoen, in beweging zijn. Maar omdat wij het met mensen met en zonder beperking doen en niet iedereen kan fietsen, zeggen wij van nou, wij doen het met rollend materieel. Ja, ik zag de wc-rollen ook al voorbij komen als rollend precies, materiaal. Precies, je zag van alles voorbij. Skippyballen, voetballen, dus nou... Alles in de grote optocht met rollend materieel. Ja, en waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat dagen zoals deze georganiseerd worden? Nou, je ziet dat mensen met een beperking, die hebben relatief gezien een klein netwerkje. Het is heel fijn en belangrijk dat zij gewoon ook gehoord worden, gezien worden, mee kunnen doen. Nou, en dat is wat we graag willen en dat veel meer gebeurt. Nou ja, Koen en ik gaan het zo direct samen beleven, dus dankjewel. Hier met team nummer 16 van de gemeente Zon en Breugel. En met wie zit ik hier? Melissa. Dag Melissa, heb je daar je zin vandaag? Wat heb je allemaal al gedaan vandaag? De dans. Laat eens even zien hoe je goed jij kan dansen. Kijk eens. Wauw, ja dat ziet er goed uit. Goedemiddag, wie bent u? Ik ben Jet. Heb je dit naar je zin vandaag? Ja, top zin in. Ben je hier voor het eerst of ben je ook al wel vaker geweest hier? Vaker wij. Hoe vaak al? Zo lang. Te lang? Ja, lang. En waar heb je nog het meeste zin in? Dansen. En gaat u ook mee dan? Zeker. Nou, wat goed. Ja. Nou, veel plezier met dansen en alle spelletjes vandaag. Dank je wel. Dat was een leuke dag, hè Emma? Zeker. Nou, hier zit het al goed met de Vuelta-koorts, denk ik hoor. Dat denk ik ook. Ja. En er zijn dus nog tientallen andere activiteiten in de aanloop van La Vuelta. En wil je nou ook naar een van deze evenementen? Kijk dan even op onze website lavueltaholanda.com/evenementen. Ja, en wellicht zien we jou daar wel. Tot de volgende roadshow. Adios. Bye.